Eind december houdt fotoclub Kiekers traditioneel haar jaarlijkse expositie. Theo Burgers, wanneer vindt deze expositie dit jaar plaats en wat is de locatie? De locatie is in Wanrooy, het uh, wapen van Wanrooy, dat is het gemeenschapshuis daar. En het vindt plaats op begint op tweede Kerstdag, half twee tot vijf, en dan de zaterdag en de zondag daarna. Is het jaarlijks dezelfde datum en de locatie? Nou hangt een beetje af van wanneer Kerstmis valt. De locatie is hetzelfde. De datum dat uh, uh, proberen we altijd wel tussen Kerst en Nieuwjaar te doen. Is het wapen van Wanrooy ook het clubhuis van fotoclubkiekers? Ja, wij uh, komen daar eens in de twee weken bij elkaar om uh, onze activiteiten te plegen. En dan jaarlijks een expositie? Heeft het dan jaarlijks een thema? Nee, we werken niet met een thema. Iedereen kan uh, een aantal, meestal een stuk of vier foto's inleveren. En we hebben dertig leden, dus dat zijn er heel wat. En uh, dat is naar eigen inzicht. Hebben deze dertig leden dan ook ieder een eigen specialiteit? Uh, niet allemaal. Sommige mensen die spe specialiseren zich echt. Uh, natuurfotografie, uh, architectuur, uh, straatfotografie, er zijn heel veel verschillende soorten. Uh, en sommige mensen die doen van alles. Ontbreekt dan nog een bepaalde specialiteit bij uh, fotoclubkiekers? Dat u zegt van nou, daar zouden we nou eigenlijk graag nog wel iemand van bij willen hebben? Oei. Um... Wat ik wel leuk zou vinden is als er een, een iemand komt die zich echt heel specifiek richt op vogels. Dit jaar komt er wel een natuurfotograaf een lezing houden, mm -hmm. misschien ook over vogels. Uh, nou, hij maakt voornamelijk landschappen. Okay. Ja, maar het is wel een hele interessante fotograaf die er komt. Uh, Edwin Westhof, uh, een docent, dus hij het is iemand die goed praat, die het goed kan uitleggen. Maakt prachtige foto's, landschappen, architectuur is die in gespecialiseerd. En het is ook iemand die uh, zich bezighoudt met de theorie van de fotografie. En dat maakt hem ook extra interessant. Wat moet ik daar dan onder verstaan, de theorie van fotografie? Nou, uh, als je een uh, beeld uh, op een bepaalde manier componeert, dan uh, gaat dat intuïtief blijkbaar altijd volgens de, de regels van derden, noemen ze dat, dat je een vlak in drie onderdelen uh, verdeelt. En dat de belangrijke punten op die... De snijvlakken van die drie punten zitten. En hij heeft uitgevonden dat je een rechthoek kunt onderverdelen in twee vierkanten. Die schuiven dan een beetje in elkaar, want het is bij een rechthoek uh, logisch te wijzen. En als je dan uh, een hoek van 90 graden in die rechthoeken maakt, dan blijkt dat de, uh, de aandachtspunten van de foto liggen op die lijnen. En dat, uh, dat is duidelijk. Maar dat is in iedere, iedere foto te zien. Ja. En in ieder schilderij is dat te zien. Maar hij heeft ontdekt dat de menselijke geest blijkbaar zo werkt. Worden deze lezingen druk bezocht? Hoe was het vorig jaar? Vorig jaar was het ongelooflijk druk. De zaal zat echt stampvol. En ik neem aan dat dat dit jaar weer zo zal zijn. Want dit is echt een hele goede en boeiende fotograaf. Want van hoe laat tot hoe laat is de expositie te bewonderen? En wanneer is de lezing te volgen? De expositie is van half twee elke dag tot vijf. En de expositie is op zaterdagavond. De zaal gaat om zeven uur open. De lezing begint om acht uur. En uh, ja, dan is het ook tijd om de expositie te bekijken uiteraard.